Hoe tevreden ben je over je eigen leven? Tot nu toe nog wel redelijk. Alleen ik mis wel het uitgaan en het jong zijn vooral. Welk cijfer zou je je eigen leven geven qua tevredenheid? Een 8, denk ik. En hoe zit het met jou? Ja, ik heb het ook met uitgaan, want je mist toch wel een deel. En een 7. Alleen met de nieuwe regels van corona, het nieuwe normaal, daar ben ik het niet mee eens. Ja. Om die regels, ik denk een 6,5. Ja. Vrede zit in je hart. Ja. Dus ik zeg ook altijd tevreden. Ja. 8. Van 1 tot 10? Ja. Nou, wel een dikke actueel, ja. Nou, ik ben best heel tevreden. Een 8? Ja. Uitermate tevreden. En mag ik vragen hoe dat komt? Nou, ik ben geboren voor geluk, denk ik vaak. Ik ben een heel gelukkig mens. Voor tevredenheid geef ik mijn leven gewoon een 10. Denk je dat die tevredenheid voor iedereen geldt? Ik denk dat sommigen niet uitmaakt, omdat kunnen gewoon de dingen doen wat ze normaal ook deden. Maar vooral meer jongere mensen, daarbij die beginnen met studeren en met werken en zo, is het toch weer heel anders dan voorheen. Dus heel veel mensen denken dat ze niet tevreden zijn. En dat is ook zo, want dan gebeuren natuurlijk ook best wel ernstige dingen. Het is met deze tijd is het minder. En je bent de vrijheid kwijt, hè? En vooral voor ons op leeftijd. Ik ben op zich tevreden over mijn eigen leven. Ik vind alleen dat corona een behoorlijke impact heeft gehad. Omdat mijn moeder is heel ziek geweest. Die heeft maanden alleen en eenzaam op haar appartement gezeten. En ik vind dat nu de nazorg echt eigenlijk nihil is. En dat vind ik treurig. Ja. Er zou eigenlijk een corona, post-corona beleid moeten zijn. Nee, dat klopt. Want er zijn ook ernstige dingen. De vluchtelingenkampen die afgebrand zijn in Griekenland bijvoorbeeld. Ja. En daar kan ook je hart wel naar uitgaan, maar we hoeven niet meer mee te lijden. We kunnen wel compassie hebben en in vrede en verdraagzaamheid met elkaar leven. Ja, met de corona, alles is veranderd. Je kan niet, makkelijker iets doen en plaats ook te gaan, bezoeken. Dus ik voel een beetje like hands are tied. Ja, dat komt ook omdat corona zo'n impact heeft. En dat je heel erg moet opletten. Ook nu met winkelen of met afstand houden. Geen feestjes geven. Mijn moeder werd 85, is nog niet gevierd. Ja. Ik heb binnenkort een kroonjaar, vier ik ook niet. Nee. Nou, dat vind ik minder dan eerder. Ja. Ja. Welk advies kunt u aan mensen geven om veerkrachtiger te worden? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik zei, je moet gewoon doen wat je kan. Ik denk dat dat zonder meer waar is. Dat je veel meer kracht hebt in je dan je van tevoren bedenkt. Maar er zit ook een grens aan. Ja.